raam zitten te bonken. Een keer vlieg ik alle kanten uit, want ik zat er daar drie vliegenvangers hangen. Dus ik heb ook erin gevlogen. En ik ben naar de politiebureau geweest. En ik zeg van ja, we doen niks met de aangifte, is echt kwaad geworden. Ik zeg van als je niks tegen dingen doet, dan ga ik geweld gebruiken. Oh nee, dan gaan we nog maar wat serieus worden. Dus nu moest je toch wat laten horen. Maar ze wou toch geld reserveren voor een camera, maar ja, het is niet gebeld, dus dan wil ze toch een camera. Camera's zijn zo goedkoop. Bol.com, Coolblue. Hij wil er een. Gewoon een dashboardcamera heb je al voor een tientje. 4, 5 dagen geleden was hij ook uitgedaagd dat hij in de tuin was. En zelfs had ik hier al het zit van oppot uit de tuin. Ja. Maar dat wordt ook meegemaakt met pa en Lu, hè? Hij klimt toch die hek is ook gewoon een paar spijkers in die hekplaats, dat hij zich toch verwond of zoiets. Ja, niet allemaal drastische maatregelen. Maar voor de rest is het ook maar wat passief. Jongen, ik ga verder. Ik spreek je later wel weer. En dan bel ik je later, goed? Wat zeg je? Ja, nee, dat is de stress, ja. De geschiedenis komt terug, ja. Ja, ze heeft wel gezegd dat we hebben een zwart ook ingeschakeld. Die heb ik ook gehad, hoor. Dat was niks. Nee, maar toen ze dat zei, toen werd er pas aangifte gedaan. Ze moet instantie inschakelen, anders werkt het niet. Maar ze zegt van, ze doen het pas omdat de Jolien werd lastiggevallen door die buurvrouw. En daardoor is het een beetje gaan rollen. Moeten dat kinderporno noemen? Misschien doen ze dan wat. Maar ik zie je later, hè? Of ik spreek je later. Hoi!